Fantastisch. Hey Rianne. Hoe is die nou? Ik hou van perfect. Waarom is het zo perfect dan? Waarom is het zo awesome? Nee, je moet er niet zijn. Ja, misschien wel. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Rotkamer. Maar die eyes have walls, dat is ook een cryptische bol. Oh, die eyes have walls, wat de... Dit begrijp ik allemaal wel, weet je. Hier is onze bom neerleggen ofzo. Misschien hier. Ja, als ik wel even doorloop, dan heb ik dit weer. Hier ga ik naar Big Key toe. Dan is er maar één plekje. Oh, ik moet er toch bij een van de militairen zien te komen. Maar hoe dan? What?
Commentaar dan. Ja, dan snap ik dat hier een dingetje zit, maar hoe kom ik hier? Iemand nog een suggestie? Dat is het niet meer. Kom ik weer met die ene stuk. Hier heb ik ook helemaal niks aan. Ik weet het even niet meer, ik weet het niet meer. Oh, dat is zo frustrerend dit. Goed, Peter. Wat dan? Ik word helemaal gek. Ik ben even helemaal klaar met deze dungeon. Ik ga even wat exploren weer. Hier wil mijn dingetje aan. Final Fantasy was leuk tot 7.
kap hem even voor vandaag. Ach ja. Ik gooi hem vast in de deurtje weg. Hartelijk 6. Nou, daar heb ik net over geen discussie over te maken. Ook 6 is gewoon de beste. Exploren. Morgen wel even checken hoe ik er door die dungeon heen kwam. Ik zag dat ik even er klaar mee ben, hè? Nou, als ik ook meer een Secret of Mana of Chrono Trigger dan natuurlijk. Ja, dat kun je niet doen. Ik ga dat niet doen hoor, ze mij te lachen leiden. Nee man, gelukkig had je net even neer. Ja, ik weet het. Ik ga het later even doen. Eigenlijk tussen de Roots even door. Mana heeft ook iets van 80 uur gameplay. Huh? Oké. Wat ga je daar spelen als je met Mana? Kijk, Luigi. En dan is natuurlijk Daisy aan het slapen. Yes, nog maar twee. Hey.